zijn in Nagoya. Alweer een prachtige zaal. Heel groot, 1700 plaatsen. En weer alles van hout. We krijgen nu een repetitie. Een beetje de zaal laten zien. Hey Laurens, waar zijn we nou? Ja, je zou zeggen dat we in Frankrijk zijn, maar het is toch echt Japan. Kom even rondkijken. Ja, zo even kijken. Wat verkopen ze hier? Heerlijke broodjes, althans het moet nog blijken. Maar... ja. Het is wel grappig, want ik was in 1988 voor het eerst in Japan en toen verkochten ze nog nergens brood. Dat kenden ze helemaal niet. En nu, nou, dit heet ook Boulangerie de Paris of zo. Maar het ziet er geweldig uit en we gaan hier even lunchen. Dit is de buitenkant van de concertzaal, waar we vandaag twee concerten spelen. Het is vandaag een feestdag in Japan. Daarom is hier in het park zijn heel veel mensen. Het is heel gezellig. Daar is collega. Ik geloof dat nieuwjaar wordt gevierd of zoiets. Nieuwjaar? Ja. Begin van nieuwjaar. Mensen hebben ook al nieuwe kleren aan. Of in ieder geval voor vanavond, geloof ik. Als het nieuwe jaar begint, dan moeten ze in het nieuw zijn. Oké. Okay. Dat heb ik me laten vertellen. Dat is leuk. En hier beneden is een is ook van alles aan de hand. Een podium, er zal straks wel iets komen. Ik weet niet wat. De stands van de sponsors, Sapporo Bier en Unilever. En als ik nu langzaam naar boven ga, achter is een park, dat is het midden in Nagoya. En in dat park staat ook nog een soort Eiffeltoren. Nou, dat kan ik van hieraf niet zien. Misschien dat ik hem zo nog film. Daar zijn we weer. We zitten tussen twee concerten in. En het was een prachtige zaal. Klonk volgens mij heel goed. Wat vonden jullie ervan? Ja, heel enthousiast publiek. Echt helemaal. Toch hoort ze nog. Cecile hoort ze nog. Die gaan nog door, denk ik. Ja. Niet met applaus. Het was best wel weer een spannend concert, omdat we weer met een andere soliste moesten spelen. Ja. Maar het ging allemaal goed. Ja. En straks nog een keer, hè, Cecile? Ja. Of er hele erge e-mailtjes binnengekomen zijn. Nou, dan gaan we naar de zaal. Hoe moet ik ingooien? Hey, heb jij een... Hey, hobo jongens. Je wilde internet, hè? Maar dat lukt niet helemaal, hè? Dat maakt niet uit, joh. Japans. Nee, is het moeilijk? Het is moeilijk. Heb je een zware dag? Te moeilijk voor mij. Heb je een zware dag ervan? Nee, hoezo? Nou, ik weet het niet. Het gaat helemaal heel goed. Hey, Jeroen? Halve concertjes, joh. Het gaat goed. Halve concertjes voor ons weer, dus... goed. Jullie redden het wel. Wij doen het heel lekker samen. We kunnen het aan. We kunnen het net aan. En de hal van ons hotel staan allemaal dames en heren in uniform. Als knipmessen voor ons klaar. Ja, heel goed, dank u wel. Typische mode voor hier. Hal van ons hotel. Enorm hotel. Er lopen net een paar dames in kimono weg. We moeten natuurlijk even wat dichterbij komen.
Dag. Ja. Vertel eens, hoe gaat dat? Nou, dat gaat blijkbaar vaak in zo'n heel klein hokje. Ja. Een soort afwerkplek. Ja. En daar, is het al warm en gezellig. Ja. Maar moet je dan ook dansen of alleen maar zingen? Nou, je moet niks, maar... Nee. Ja. In ons geval waren er twee microfoons en daar... Eentje had een heel erg galm erop en die andere was gewoon een amazing ding. Leuk. En drink je daar dan ook wat? Ja. Hoe gaat het dan? Druk je op de bel of bestel je gewoon 10 bier? Of? Dus we drukken op de... We bestellen gewoon 10 bier, zegt Jan Roel. Ja hoor. Okay. We hadden gewoon 10 bier besteld. Je had gewoon 10 bier besteld. Oké. Het schijnt heel onbeleefd te zijn. Maar ja. Maar jullie hadden... Was jij niet vannacht ook mee met al die spelletjes en zo? Nee. Nee? Oké. Okay. Ja, dat vond ik ook wel heel grappig, dat hoorde ik van Gudrun. Ben jij dan niet geweest? Gitaren. Nee, ik ben niet geweest. Nee, ik heb gisteren wel een heel lekkere voetzonereflexmassage gehad. Wauw. Dat was ontzettend lekker, deed ontzettende pijn. Ik heb echt slap gelegen op die bank van het lachen, omdat het zo vreselijke pijn deed. En toen deed ik zo, beetje rustig. En toen moest zij weer heel hard lachen, dacht ze, heb je weer zo'n watje uit Europa. Maar... toen stapte ik daarna in mijn schoen en toen dacht ik dat het ochtend was in plaats van avond. Dus ik had er ontzettend veel energie van gekregen. Dat slaat beter dan op zo'n stoer vliegtuig. Waar is het misschien wat koud?